Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Zoals je vast kan zien, omdat het licht weer is zoals het is, is het weer een avondreview. Ga ik nog een keer een leuke oplossing voor vinden. Maar daarvoor zijn we niet, om te kletsen over hoe de belichting is. We zijn hier om een bier te reviewen. En vanavond heb ik een bier van Tempest Brewing uit Schotland. Hun Soma India Pale Ale. Tempest Brewing ken ik voornamelijk van hun donkere bieren, hun stouts, hun dark ales. Dingen zoals Old Elijah Brown en Mexicate bijvoorbeeld. Dus voor mij is het dan hartstikke leuk om eens een keer van zo'n brouwerij wat anders te proberen. Kijken hoe hun pale ales en een India pale ales zijn. Nou, het is dus zoals ik al zei een India pale ale, 6,8% sterk. De malt die gebruikt is Golden Promise en de hops die gebruikt zijn Motueka, Mosaic en Centennial. Bitterheidniveau is 55 IBU. En volgens hun zijn de smaak en de geur en de citrus, stroopjes, fruit en lichte mout. Er staat nog een leuk citaatje bij op. There is always Soma, delicious Soma, the beer for a half holiday, a beer for the weekend, two beers for a trip to the gorgeous east, three for a dark eternity on the moon. Inspired by Brave New World. Brave New World is een science fiction roman. Ik heb hem ooit geprobeerd te lezen toen ik 17 was en best heftig. Ik moet hem eigenlijk nog eens een keer proberen. Thema's zijn zwaar, intens. Maar daar is het bier dus naar vernoemd. Dat was de inspiratie. Nou ja, ik zou zeggen genoeg geklets. We zijn hier voor het bier, niet voor een lesje over boeken. Niks mis mee, ik ben een groot lezer, maar we gaan het nu hierover hebben. Dus we gaan het bier even open, kijken wat hij doet. Het is niet de meest verse IPA die ik ooit... gedronken heb, dus ik hoop dat we daar niet te veel van terug gaan vinden in de geur en smaak. Maar ik denk dat hij nou ongeveer 2 maanden, nou, is een perfect datum zou zijn. Ja, we gaan gewoon eens even kijken naar de kleur, zoals je kunt zien. Typeren wat je zou verwachten van een mooie India Pale Ale. Die goudkleurig, hooikleurig, hele mooie witte schuimkraag, gewoon echt wit is wit. Mooi compact ook, een beetje een lichte troebelheid erin. We vinden gewoon qua kleur en uiterlijk precies wat je zou verwachten van een mooie India Pale Ale. Gaan we eens even kijken wat hij in de neus doet. Ja, nou. Ja, je kan merken dat hij dus niet super vers meer is, want de hopgeuren zijn wel wat minder. Het is op het moment inderdaad veel mout. Er zit wel zeker wel hopgeur in hoor. Je krijgt inderdaad dat citrus wat terug. Veel tropisch fruit, je hebt veel mango. Citrus zit er ook wel in, niet heel overdreven sterk vind ik zelf. Lichte van het... licht nog iets van het groenige, frisse, verse. Op zich valt het nog reuze mee. Hij zou... ik ben heel benieuwd hoe hij zou zijn als hij echt nog op een top vers zou zijn. Maar eigenlijk alles wat je verwacht van een goede India Pale Ale. Veel fruit. Verfrissend, sterk. Sterk in de verfrissende fruitige geuren, zo bedoel je dat. Merk in de neus nog niet heel veel van de bitterheid. Merk wel dat het terug is gekomen. Oké, er komt nu wat meer van de grapefruit naar voren, een beetje van die citrusstomen. Maar dan denk ik meer naar grapefruit en pomelo dan bijvoorbeeld echt limoen of citroen. Beetje mandarijn ook. Ja, zeker mandarijn. Hij ruikt in ieder geval erg lekker. We gaan hem eens even proeven. Proost. Oké, ja, hij is inderdaad mooi bitter, bruin. Voornamelijk hier, niet helemaal voor in de mond, voornamelijk een beetje daar verder wat achter. Ook niet, qua finish is de bitterheid heel subtiel. Zit wel in de smaak, maar dan meer wat achter in de mond. Tropische fruit overheerst het meeste in de neus. En dat is op zich wel gewoon hartstikke lekker in een goede IPA. Al hou ik zelf ook heel erg van dat gigantische citrus neus. En die is hier dus wat zwakker in. Maar dat is op zich helemaal geen slecht punt. Want het leuke is in India Pale Ale hoe je werkt met de hopsoorten. Geeft het bier ook natuurlijk weer allemaal andere soorten smaken en geuren mee. En zelf ben ik gek op citra. Dat zit hier dus niet in. Dat merk je in de neus wel weer. Maar dat maakt het gewoon weer heel wat anders. Dan
Nou, een hele bekende Nederland is bijvoorbeeld de Duvel Triple Hop Citra. Daar merk je die dus weer heel erg sterk in, waarin die grapefruittonen weer heel mooi naar voren komen. Dat is hier allemaal gewoon wat subtieler en wat anders. Ja, gewoon heel veel vers, heel veel passie, of passie, tropische vruchten. Dat komt het meeste naar voren. En dan is toch wel dingen zoals de mango en persik. Die zijn daar het sterkste in. Met dus citrustoon, een beetje grapefruit. En de mandarijntjes, dat komt er heel sterk naar voren. Het smaak is eigenlijk hetzelfde. Al merk ik dat de mout zijn ding ook echt zeker doet in de smaak. Meer dan dat ik het in de neus terugvind. Dat je dat karamelzoetje zit erin. Ik had trouwens het vermoeden, maar ik wil nog even snel kijken. Ja, er zit dus inderdaad. Oh god, dat is weer in het Nederlands. Wheat. Wheat. Tarwe, er zit tarwe in en er zit haver in. En dat merk je voornamelijk in het mondgevoel heel mooi. Die is heel mooi romig, heel mooi zacht. En heeft zeker een mooie body. Dat helpt dus dingen zoals de tarwe en de haver helpen daar heel mooi in. En dan helpt het ook weer een beetje mee in die zoetige smaak. Ja, gewoon een lekkere frisse IPA. Waarvan ik zeker weet dat die nog lekkerder zou zijn geweest als die helemaal 100% vers was. En normaal gesproken zou ik een IPA niet kopen als ik al weet dat die zo'n 4 maanden oud is. Maar de slijterij waar ik was, die raadde hem zo aan. Die zei, hij is zo lekker, je moet hem gewoon eens proberen. Het was ook zeker geen dure IPA, het was een paar euro, ik weet het niet eens meer zeker, 3, 4, 5 ongeveer. Dus ik had zoiets van, hij zal dan zeker niet afschuwelijk tegenvallen of zo. Het is gewoon dat je merkt dat de hop aanwezigheid minder zal zijn. Nou, dat is ook zeker het geval. Daar hou ik ook rekening mee in de score, die we zo gaan doen. Maar ik kom net thuis, ik heb een lange dag gehad, lekker gewerkt. Mijn vriendin is vanavond lekker uit eten met wat collega's. Ik heb een pizza in de oven staan. Lekkere, doen wat hij moet doen, IPA. Pizza, straks even lekkere Netflix aan. En een leuke televisie hier kijken. En dan is een IPA of deze is perfect. De score ga ik hem rekening houden dat hij dus niet helemaal 100% vers meer is. Ik ga voor een, we gaan heel mooi simpel voor een 84. 84 uit de 100 vind ik een leuke score voor een bier dat gewoon hartstikke leuk begin is van het weekend hier. Dat was het weer voor deze review. Hey, ik wou nog even zeggen jongens, ik ben nu net wat, terwijl ik deze review doe, een anderhalf maand bezig. Dus misschien tegen de tijd dat die online komt, dat we ongeveer 2 maanden zitten. Op zich vind ik dat ik het nog steeds super leuk om te doen, maar wat ik vooral merk is dat ik nu een paar leuke commentaren terugkrijg. Ik zie dat het toch best nog wel voor een beginnend kanaaltje een paar leuke views zijn. Het zal ontzettend simpel zijn vergeleken met sommige van de kanalen die er zijn. Ik heb wat abonnees en ik hoor van her en der af en toe mensen die zeggen, ja, ik kijk toch elke keer wel weer. En dat vind ik leuk. Ik vind het super. Daar doe ik het voor. Voornamelijk gewoon omdat ik het zelf hartstikke leuk vind om de leuke reacties terug te horen. Dat mensen ervan genieten, dat mensen het leuk vinden. Ook commentaar hebben, vind ik ook geweldig. Daar heb ik niks mis mee. De meningen die mensen kunnen hebben over bieren die misschien niet zijn zoals ik erover denk. Of juist wel hetzelfde. Dat maakt het gewoon hartstikke leuk. Je kunt me dus altijd blijven volgen via dit kanaal. Je kan je abonneren, like de video. Je kan me terugvinden op mijn social media. Links vind je onderin de omschrijving onder de video. Je kan me terugvinden dus op mijn Instagram, mijn Untapped en mijn Facebook pagina. En ik ga gewoon lekker van mijn weekend genieten. En ik zie jullie de volgende keer weer met een nieuwe review.